Kees wordt mede mogelijk gemaakt door Slagerij J&J Rundekamp, Jan Smit BV, Smit Bokkum. Al 6 generaties en ruim 160 jaar het culinaire visitekaartje van Volendam. Pandora Intelligence, Finding the Narrative in Big Data en Vishandel Sier. Hallo en welkom bij de laatste case van dit seizoen. Wat zit er in de uitzending? We bespreken natuurlijk de situatie rondom de FC Volendam. Dan mag er wel een dribbelaartje van Galatasaray lopen. Als hij 2 keer het hele veld rondgedribbeld heeft, dan moet hij met een 4-dubbele salto in de tweede ring. En dan moet hij zondagmiddag wakker worden. Jaak Muren sprak met de nieuwe trainer Mischa Salde. En dat je nu de kans krijgt om als hoofdtrainer aan de slag te gaan. En we hebben uiteraard weer 3 nieuwe gasten aan tafel. En niet tenminste, mag ik toch wel zeggen, ik ben blij dat jullie hier zijn in de laatste uitzending. Oud-speler van onder andere Twente, AZ en oud-coach natuurlijk van FC Volendam en laatst van Go Ahead Eagles, Hans de Koning. Welkom Hans. Ja, Kees. Leuk om te zijn. Nou, leuk. Dat vind ik mooi, nu al. Ja, toch? Oud-speler van Volendam en AZ, oud-international en oud-spitstrainer van FC Volendam, Kees Pierdol. Kees, ook welkom. Mm-hmm. En presentator van Fox Sport, van het Krasstadion, hè? Vorige week nog in Bernabeu en nou hier. Het is Pascal, een hele kleine stap. Hele kleine stap, maar ik ben blij dat je er bent. Pascal Kamperman. Leuk om er te zijn. En heren, ook voor jullie het kopje met wet lekkers, zoals we dat in Volendam noemen. Hans, dat kun jij ook wel weten. Jawel, mijn dubbeldek staat er. Dus. En daar hoort een stelling bij en daar wil ik graag ja of nee op. En de vraag aan jou is, het mislopen van de titel met FC Volendam is de grootste teleurstelling in mijn carrière. Ja, geen discussie mogelijk, ja. Ja. Oké, heel goed. Kees, voor jou, er wordt veel te weinig individueel getraind bij de clubs. Ben ik mee eens. Oké. Okay. Pascal, voor jou. Als er nog meer ontslagen vallen bij het Nederlands elftal, dan wordt het een nog grotere chaos. Nog groter? Kan het nog groter? Nee dus. Nee, oké. Okay. Nee. Nou, heel goed. Jullie mogen beginnen met je taartje. Dan gaan we luisteren naar Barry Smit. Want Jaak Muren die sprak met hem en vroeg hem onder andere over de wedstrijd van Fortuna Sittard. Die FC Volendam vrijdagavond speelde. En natuurlijk over de aankomende play-offs. We zijn met z'n allen, tenminste ik, behoorlijk teleurgesteld en geïrriteerd over bepaalde zaken. Vorige week zijn we met z'n allen dolblij om 10 uur de kleedkamer ingestapt. En feest gevierd, want we hebben de halve finale gehaald. En vanaf dat moment is er nog één ding in die kopjes van die jongens. En misschien onbewust 18 mei. Alleen het feit, Wout, dat we nog even naar Sittard moesten. Dat is gewoon 3 uur rijden. En we hebben ze verschillende keren gewaarschuwd. Ons eigen proberen scherp te houden. Dat we nog een potje te spelen hebben. En iedereen bezig met NAC en met Almere. Ja, en dan krijg je in de eerste helft die iets beter was als vorige week. Maar wederom niet goed. Nou, deze keer kon Hoopje ons niet redden. En dan ga je de rust in met de 2-0 achterstand. En dan zitten de puntjes op de i. Om een lang verhaal kort te maken. We krijgen wel wat kansen, maar hoe we verdedigen en hoe we balverlies leiden, ja, dat is niet play-offs waardig. Dat kan niet. En daar is iedereen wel bewust van. Want de tweede helft, dan moet je gewoon 3 doelpunten maken, krijg je een aantal 100% kansen, een paar goede mogelijkheden. Hobie krijgt nog 2 ballen. Maar we lopen weer achter de feiten aan. En dit was Fortuna. Dit was nog geen NAC. Dit was nog geen NEC. Dus wat dat dan gaat, stof tot nadenken, zeker. Nou. Het feit wil natuurlijk dat we aankomende maandag gaan starten met 28 fitte jongens. We hebben geen sentimenten, we hebben geen vaste basisplaatsen. Je moet vechten voor je plekje. En degenen die het verdienen, die gaan uiteindelijk 18 mei aan de start staan tegen NAC. Dus ze weten in ieder geval waar ze aan toe zijn nu? Nou, dat is tof tot nadenken. Dat is voor de hele groep. En dat merk ik ook op de terugweg. Als we met elkaar praten en hoe we ermee bezig geweest zijn. En alle scenario's die iedereen allemaal in zijn hoofd had, wat er allemaal kan gebeuren. Ja, dat heeft ons niet geholpen. Om goed te presteren bij Fortuna. Dus dat is een hele dure les. Ja, en misschien dat je op tijd een wake-up call hebt. Daar hopen wij natuurlijk op. En waar heb je jij nou eigenlijk het meest aan geïrriteerd? De wijze waarop wij de 1-tegen-1 duels verdedigen. Zonder fysiek contact te maken. Dan mag er wel een dribbelaartje van Galatasaray lopen. Als die 2 keer het hele veld rondgedribbeld heeft. Dan moet hij met een 4-dubbele salto in de tweede ring. En dan moet hij zondagmiddag wakker worden. En als we dat niet aankomende weken gaan doen met Korte, met die nieuwe jongen die zo snel is aan de zijkanten bij NAC, dan hebben wij een probleem. En dan spelen we dus tegen NAC. We beginnen eerst thuis. Vind je dat, wat vind je daarvan eigenlijk, dat je eerst thuis speelt? Had je eerst liever uitgespeeld? Nou, dat maakt allemaal niks uit. Ik heb eigenlijk alle twee al meegemaakt. Het is zo dat je
als je eerst uitspeelt en je hebt hetzelfde als Ajax, je wint met 4-1, dan komt zo'n tegenstander thuis, dan is het halve stadion gevuld. Ja, dan ga je ervan uit dat het misschien gespeeld heeft. Is, we hebben bij de Graafschap 0-0 gespeeld en dan verlies je met 1-0. Dus dat maakt allemaal niks uit. Het enige dat gisteren dan mee zat, maar dat is psychisch voor mij, dat is dat je de traditionele laatste wedstrijd verliest en vervolgens de finale mag spelen. Ja, dus wie weet. Ja, en terwijl Pier voor de uitzending aankondigde geen taartje te willen hebben, heeft hij nu het record van Barry Smit verbroken. Dat is mijn herhouding. Van harte, Pier. Gefeliciteerd daarbij. Hans, jij bent denk ik wel koning play-offs. Als ik even nadenk met hoeveel clubs jij in de play-offs hebt gespeeld. AGOVV ook? Ja. OS, Helmond, Volendam. Volendam. Go Ahead Eagles. Vijf verschillende clubs al. Ja. En een x-aantal keer in de finale mogen staan. Ja, met Volendam sowieso al twee keer. Halve finale. Helmond wordt in de finale. Vorig jaar met Go Ahead in de finale. Ja. Eigenlijk mocht het zover zijn. Dus het cliché bestaat, er is alles mogelijk in die play-offs, maar dat is ook gewoon echt zo, hè? Nou, het is een nieuwe competitie. En weet je, of je nou NAC loopt of je moet naar Almere, het blijft altijd, blijven twee wedstrijden op zich. En als je die wedstrijd, wij waren vorig jaar met Go Ahead niet beter in de play-offs. Het zat alleen mee met het scoreverloop, hè, zowel VVV thuis. Die we eerst thuis moesten spelen en toen weer uit. En de Graafschap, ja jongens, die alles wat wij op de goal schoten, ging erin. En die win met 4-1. Ja. En toen moesten we nog daar naartoe. Nou, dat is het eerste kwartier dat Theo Zwarthoed ons op de been hield. Want anders hadden we het na 20 minuten wat alweer gelijk gestaan. Dus dan moet het allemaal mee zitten. En ik kom vaak kijken. En je hebt gewoon een leuke ploegman ervoor. Toen begon je thuis twee keer, hè? Met ja, Johan ook. Ook. Dus ze zeggen dan meestal uit. Het maakt niet zoveel uit. Maakt het uit die laatste wedstrijd inderdaad? Want hij zegt nu net van, ja, die laatste wedstrijd is nu een wake-up call geweest. En psychologisch werkt dat dan misschien wel in het voordeel. Of niet? Ik weet van het al niet, die keren dat jij hebt meegemaakt. Volgens mij wonnen wij ook vorig jaar de wedstrijd voordat we de play-offs moesten spelen. Want volgens mij was ik toen 18 wedstrijden ongeslagen bij Go Ahead gebleven. Ja. Dus weet je, het is net hoe je ploeg zich in vorm speelt. En als ik naar NSC kijk, een hartstikke leuke ploeg. Maar die doet echt niet dat je daar bang van hoeft te zijn. Hè? Nee, want als ik wel het idee wel dat publiek, de laatste weken wel iets beter maar gaat. Qua individuele spelers hebben ze er misschien ook één of twee. Maar als ik naar Volendam kijk, ik kom vaak kijken. Nou, er zit gewoon een hartstikke mooie ploegman. Als je het echt de vorm te pakken hebt, kan je het zomaar redden. Ja, het is wel een dingetje. Wij hadden het er gisteren ook voor de wedstrijd natuurlijk over. Je moet naar Fortuna uit en natuurlijk ga je voor de winst. Maar of je niet. Denkt ook, nou ja, in principe wel. Maar je bent natuurlijk ook wel... Je denkt van, ja, wat is nou handig, hè? Moeten we nou, als we winnen, dan spelen we waarschijnlijk de eerste wedstrijd uit bij NAC. Dan speel je 's avonds uit bij NAC. Dat is het avondje NAC. Als je dus eerst thuis begint, dan is die tweede wedstrijd 's middags bij NAC. Ik weet uit eigen ervaring dat een verschil is. Ja. Dus dat zijn toch dingen die onbewust meespelen. Tuurlijk, maar het zijn wel kleine dingetjes die dan misschien... Zoals, ja. Het voordeel schijnt dan te zijn als je eerst uit begint, ja, dat je daarna thuis kan afmaken, ja... Wat Barry zegt, als je begint zoals Ajax thuis, je geweldig. Wint met 4-1. Maar ja, ga zo, daar dan maar eens even naartoe. Zo speelden ze ook tegen Schalke natuurlijk. Ja. En dan ook sta je daar weer met 3-0 achter. Ja, dus ja. Dat is pak. Dus jongens, het is net hoe het allemaal loopt. En dat moet maar zitten. En ja. Een beetje vertrouwen voorhand kweken is natuurlijk wel plezierig. Ik weet niet of jullie gisteren vertrouwen gekweekt hebben. Ja, ja. Ik had bij de laatste thuiswedstrijd voor de rust, kan je zomaar met 4-1 achter staan. En dan is er niemand die kan zeggen van... Ja, dit was niet terecht. Ja. Na de rust zet Barry dat iets beter neer. En ja, je wint met 3-1. Dan hoop je eigenlijk op een goed vervolg gisteren. Nou, dat was helaas dan niet het geval. Dus ja, wat is wijsheid? Je gaat het pas zien met de eerste wedstrijd, wat Hans al zegt. En uit of thuis. Het zijn twee finales, simpel zat. En zo moeten jullie dat de speler ook benaderen. En gewoon voor goud gaan. En, maar je moet een uitslag neerzetten. He, want wij toen wij een jaar hier bij Volendam, toen moesten we uit weer spelen bij de Graafschap in de finale, was 0-0. Hadden we echt bewust gekozen, niet ons eigen ding, maar echt 0 houden, was heilig. En toen werd Marengo er naar gestuurd, 5 minuten voor tijd. Mm-hmm. En die miste dan die zondag hier. Ja, dat was en die wedstrijd op zich, daar hadden we zoveel vertrouwen, we zeiden, joh, we gaan het hier afmaken. En er zijn één keer over de middellijn geweest met Vincent van mij. Ja. En die tikte was de bal een overtreding, volgens mij. Op Henny, volgens mij, Henny Schilder. En die tikte ze erin. En voor de rest hebben we alleen maar op die goals dan beuken. En Jurrie pakte alles. Dus het moet goed vallen. En als het goed valt, jongens, dan...
moet heen en weer de weer. Ja, maar dat wordt voor een deel natuurlijk ook wel bepaald in dat je zegt door de vorm waarin je de laatste week dan zit. Of, ja, maar dat is zo, Pascal. Ja. Want ik heb ze vorige week, was het tegen MVV. MVV, ja. Nou, het is dat hobby geweldig staat te keepen. Want anders sta je met de rust met 2-3-0 achter. Ja, we zitten nu natuurlijk een beetje in een fase waarin een nieuwe trainer is die ook weer wat andere ideeën aanbrengt. Dus we spelen met wat andere spelers. Daar hebben we nu gelukkig ook wel de tijd voor. Maar dat moet nu wel duidelijker worden. Ja. Wat willen we nou? Ik wil niet alle pret hier bederven, inderdaad. Maar jullie hebben natuurlijk inderdaad wel een, nou ja, een beetje roerige tijd gehad. Ja. En nog misschien wat zoekende. Zeker. Dat is denk ik niet helemaal de ideale voorbereiding naar die wedstrijden toe. Nee. Dat klopt. Omdat we eigenlijk niet op dezelfde voet konden verder gaan. Dus dan moet er iets veranderen. Nou ja, dat kost natuurlijk ook weer tijd. Met andere spelers erin. 3-4 andere jongens. Dus dat is wel iets. Wij hebben het er ook wel eens over gehad. Ik vroeg net aan jou de kampioenswedstrijd bij Go Ahead Eagles. Dat is de grootste teleurstelling geweest uit je trainerscarrière? Of met, jawel, jawel, of absoluut. Met dus, voetbal, je voetbalcarrière? Of ja, voetbalcarrière was mijn blessure. En dat staat bovenaan en er is niks anders mee te doen. Nee. Maar dat is zo gebeurd. En toen mag je dat overnemen als trainer zijn, dan ga je je vak in. Ja. Ja, toen hadden we zo'n hartstikke goede ploeg, man. En toen, daar vorige week hadden wij het er nog over aan tafel. Ja. Want we, net wat we zeggen, dan praten we over de andere systemen. En jullie hadden toen het hele jaar op dezelfde manier gespeeld. Alleen maar. 1-1. Zover gekomen, klaar om kampioen te worden. En dan moet je uit naar Go Ahead, die toen echt in de winning mood waren. Met twee snelle jongens aan de zijkant. Houtkoop, Antonia. Ja. Heb je toen overwogen om het anders te gaan doen, die wedstrijd? Nou, we hadden bepaalde spelers niet de beschikking. Of volgens mij was Paul de Lange geschorst. Ja. En toen moesten we schuiven met de bollen. Leon die moest toen op Promes gaan spelen. En weet je, we komen gewoon met 1-0 voor, hè. Met Cubas. Ja. En volgens mij nog geen 3 minuten later kopte hij een bal op de paal. En toen kregen we een akkefietje met Nick Kost op het middenveld ergens. Die gaf de bal niet terug of wat dan ook. En dat sloeg op bij hun, bij het publiek. En ik heb het afgelopen jaar meegemaakt als dat publiek daar aan te keren. Dat is geweldig. En toen kantelde de wedstrijd. En toen was Leon, die was zoekende. Normaal gesproken had hij met Promes, Henny 1-1, kon dat allemaal wel. Ja. Antonia was volgens mij toen uit de selectie gezet en voor die wedstrijd weer teruggepakt in genade om weer het verschil te maken. Ja, toen hebben we ook wel in de rust gedacht van ja, moeten we hem dan bij wijze van spreken terughalen en wat verdedigen gaan spelen. Maar, dat lijkt me dan zo moeilijk, omdat je eigenlijk het hele jaar hetzelfde, maar misschien voelde je al wel een beetje maar die wedstrijd die sloeg om dat we met 0-2 voor hadden kunnen staan. En dat werd toen op een gegeven moment net voor rust 1-1. En na rust hadden ze de geest en wij niet meer. Ja. Dus ik moet ook zeggen, heel eerlijk, dat de spanning bij een x-aantal spelers toen heel groot was. Van nou gaat het gebeuren, we gaan kampioen worden. Ja, en die konden dan op dat moment net niet thuisgeven. Dat is wel zonde geweest. Alleen daar leer je wel van, ook als trainer zijn, maar ook als speler zijn, als je dat wel weer mag spelen. Dat is wat Barry ook vaak zegt. Hè? Ook afgelopen week zei hij ook van ja, dat leer je niet op de cursus. Dat geldt, dat hoe jij die jongens daarna toe weer moest oplappen voor de playoffs. Dat is. Nou, dat leer je niet op de cursus. Er zit nog een verhaal aan, hè? Want uiteindelijk waren wij de wedstrijd thuis tegen MVV kampioen geworden. Want toen werd Veendam volgens mij uit de competitie genomen. Ja. Wij kregen volgens mij 6 punten in mindering. En Cambuur volgens mij maar 2 of 3. Stond op zijn kop. Dus de hele competitie werd omgedraaid. En we stonden toen volgens mij plaats 6 punten voor. Stonden 2.8. En toen stonden 2 punten achter. En die wedstrijd hier tegen MVV wonnen we in de laatste minuut. Nou, iedereen was de ontlading zo groot. Maar we hadden nog niks. En toen kwam ik bij de BP hier zo, bij Henk. En die zeggen op een gegeven moment, trainen tot straks op de dijk. Hè? Want ik moest er even tanken. Dus ik zeg, maar we moeten nog even tegen Coët spelen. Hè? Ja. Nou ja, je ziet hoe het kan gaan. Maar wat je zei, toen oplappen, dat heeft wel, wel even geduurd. Maar dan hadden we ook de tijd voor. Ja. Gaan jullie nog wat doen trouwens? Nu tot 17 mei is het? Ja, we hebben volgende week een activiteit in ieder geval. Volgens mij voetgolf. Dat schijnt dan altijd te helpen. Maar geen oefenwedstrijd? Nee, volgens mij niet. Dan hebben we donderdag vrij. En volgens mij gaan we dan wel. Ik denk dat het heel goed is om nu gewoon echt op de trainingen. Puntjes op de i. Wat willen we nou? Op welke manier willen we het nou gaan doen? Want dat is nu toch een beetje een dingetje. Ja. Alhoewel we gisteren net zo goed hadden kunnen. Vrijdag moet ik zeggen, net zo goed hadden kunnen winnen hoor, van Fortuna. Dus laat ik dat even vooropstellen. Het was niet zo heel slecht, maar de trainer doet dat wel even goed door. Eventjes, heeft hij geleerd op de cursus. Dat is prima. Ja. Dus, maar we hadden, want bij 0-0 werd er een goal afgekeurd. Totaal onterecht. Dus het had ook gewoon anders kunnen lopen. Maar
Op zich is het wel prima zo. Maar volgens mij gaan wij niet geen gekke dingen doen verder. Nee, maar je houdt alles fit. Je kan lekker trainen. Ja. Het gaat vaak om de ontspanning. Het enige is dat Kevin van Kippensluis geschorst is voor de eerste wedstrijd. Okay, dat wel. Maar Antwi komt weer terug. Extra wapen. Dus Pascal, jij bent natuurlijk een geboren Doetinchemmer, moet ik zeggen. De Graafschap. Zeker. Nou ja, als je het hebt over play-offs, dan weten wij er alles van. We gaan zo kijken naar de stand van de Jupiler League. Die staan niet in het linkerrijk. Het is echt een rampzalig seizoen beleefd tot nu toe, inderdaad. Echt, de hele eerste competitiehelft was dat is eigenlijk slecht. Dat was de grondlegger van het seizoen. Nou ja, dan wordt het al natuurlijk al heel lastig. Nou, dan wordt de trainer eruit gezet en dan komt er een nieuwe trainer. Nou, dat heeft denk ik wel een wedstrijd of 4, 5, 6 ook geduurd voordat het een beetje goed viel. Ja. En dat was dus te laat. Nou ja, dan laten ze in de laatste periode, want dat was nog zo'n beetje de enige kans. Was hier zo, hè? Ja, precies. Ja. Ja, thuis Achilles vorige week. En Achilles. En ook Fortuna uit trouwens. Ja, met die rode kaart. Klopt. Verloren ze gelijk inderdaad. Ja, precies. Nou ja, en dan pak je dus die vierde periode ook niet. Nou ja, vierde stand was het al onmogelijk. Dus, ik zie ook gisteren na afloop allemaal hand in hand het publiek bedanken. Vond ik dat toch wel weer... Vond ik aandoenlijk. Ook wel weer. Ja. Maar toch geeft ook wel weer aan wat voor publiek daar toch wel is. En dat is ook zo. De fans, ik geloof dat er gisteren nog weer een paar honderd meegingen inderdaad. Die hebben echt wel het hele seizoen zijn ze achter die ploeg blijven staan. Nou ja, je weet hoe het daar is om te voetballen. Ja, dat is wel een verschil met wat we hier hebben. Ja, dat kan daar flink losgaan. Dus dat is. En het is mooi dat die spelers daarvoor bedanken. Maar ik moet zeggen, vorig jaar was wel de keerzijde van de medaille. Hè? Toen wij daar promoveerden met het publiek. Dat was heel slecht, 40, 50 veld op die spelers aanvielen en alles. Dus ze konden nog ineens ons feestje vieren. Ik zie ze gisteren dan weer, want ik was toevallig bij Os. Ja, dan zitten er wel 300 man die dan eigenlijk met niets meer te halen. Want het was natuurlijk best wel heel kleine kans. Maar het probleem is dat er wel een paar vijfde gekken zijn. Was ik bij die laatste wedstrijd was ik er uiteraard ook. Toen was het ook gek. Hey, blij dat we levend weg zijn gekomen. Ja. Wat een imbeziele dag. Maar dat is gewoon zo. Dat zijn echte volksclubs die echt helemaal idolaat zijn van een ploeg. Hier. Ja, hoor, mannetjes. Bij de Graafschap is wel meer gebeurd in het verleden. Maar oké, weet je. Grensrechter die aangevallen werd. Tegen PSV eigenlijk. Maar jongens, hoort een beetje het spelletje. Een beetje emotie, toch? Dat is waar, dat is ook wel weer mooi aan de ene kant. We gaan dus even kijken naar de eindstand in de Jupiler League. Want het seizoen zit erop. En daar zien we VVV in het geel kampioen en Achilles in het rood gedegradeerd. En bij de sterretjes die hier staan, dat zijn de clubs die gaan meedoen aan de play-offs voor promotie. Jong Ajax en Jong PSV mogen niet meedoen. Dus alle andere clubs, Helmond Sport, 13e geëindigd, maar hebben een periode gepakt. Dus zodoende mogen die deelnemen aan de play-offs. En die play-offs die gaan maandag al beginnen, morgen. Dat wordt RKC tegen Emmen, Helmond Sport tegen Almere City. En vrijdag zijn daar de returns van. En kijk rustig verder, donderdag 18 mei. Dan stromen de andere clubs ook in, waaronder FC Volendam met een thuiswedstrijd tegen NAC Breda. Om 19:15. Kom alle kijken, zou ik zeggen. Want dat wordt misschien wel een hele leuke wedstrijd. En de returns zijn zondag 21 mei. Om 14:30 wordt er dan gespeeld. Door Volendam in het Radverlegstadion. Dat is een bekend terrein van de presentator. Dat wordt leuk. Hans, om nog eventjes over Go Ahead Eagles door te gaan. We hadden net nog wel eventjes gepromoveerd natuurlijk. Dat is dan denk ik je grootste succes geweest in je carrière. Nou, het was wel prettig. Hè? Prettig is een statement. Het was net Joop Zoetemelk. Maar ook voor jou natuurlijk, omdat je zo langer tegenaan... Jawel, maar daarom noemen we Joop Zoetemelk, want die werd ook even getweet. Dus dat was wel een ontlading. En ook wel verdiend op een gegeven moment dat je, wat was het? Toen binnenstapte, stonden we 9e. Nou, uiteindelijk 5e geworden. En die play-offs die je dan winnend af mag sluiten, waren we niet de beste ploeg. Maar wel het meeste team, denk ik, dat we daarvan gemaakt hadden. En dat was een ontlading, was mooi. Dan begin je aan het nieuwe seizoen en... Dat valt mij niet alleen bij Go Ahead Eagles hoor, maar ook bij clubs als Sparta of dat soort. Dat valt mij altijd dan op. Dan worden de spelers gehaald. Soms dan denk ik wel eens, en ik weet niet of dat dan mogelijk is, hè. Dat je zegt van, als we nou het geld van die twee spelers bij elkaar doen, dan kunnen we misschien wel één hele goede speler gaan. En misschien is dat makkelijker gezegd dan gedacht. Ik zit natuurlijk vaak aan die kant. Ik ben zo TD geweest bij bepaalde clubvies. En je hebt met een budget krijg je. En dan moet je mee werken.
En als je dan ziet, dan doe je misschien op Kevin Brands. Nou ja, op zou maar een beetje jong. Maar oké, daar zitten gedachten achter. Kijk, ik heb Kevin hier gehad natuurlijk. Ja. En die maakte 23 doelpunten. Nou, een goede Kevin Brands als 13e, 14e, 15e man moet je zeker bij een selectie hebben als je in de Eredivisie gaat spelen. Maar dat is ook de insteek geweest. Ja. Suk gehaald, transfervrij, Brands ook trouwens. Gehaald als middenvelder, jongen uit Deventer, clubkult, zeg maar, met een groot tattoo op zijn rug. Om die het een boeltje aan te jagen als het nodig was. Dus echt als 12e, 13e man. Nou, daar hebben we met Oyama is binnengekomen, later Rietsmaaien. Nou, dat zijn wel, Rietsmaaien is een goede speler. Ja. Maar het Suk Brands verhaal, ja, dat is niet in één te doen. Want als je dat bij elkaar rekent, hou je nog geen goeie. Okay. Dus het heeft altijd te maken met... En je moet ook soms wel mazzel hebben. Die Oyama bijvoorbeeld. Ja, die hebben we gezien. En die Finse internationaal jeugd. Ja, die loopt de keien eruit. Die maakt geweldig goal tegen NEC. Maar die jongen die had een bepaalde heimwee of wat dan ook. Daar kon je ook geen communicatie mee krijgen. Ja. En ja, die had het gewoon niet lekker. Nou, dan zie je ook dat niet gaat lukken. Vertrouwen gegeven, want iedereen dacht ook van, joh, die gooien er na twee wedstrijden wel af. Ik wissel hem tegen Den Haag in de rust, want achteraf vraag ik bij hem, ja, hoe kom je er nou bij? Hij had nog nooit van zijn leven kunstgras gespeeld. Ja, had lekker als hij dat even gezegd had voor de wedstrijd. Ja, toch? Ja, want dit is mijn eerste keer. Dus ook die soort dingen maakt mee. Eerder. Ja, zeker. Maar ja, maar Pascal, ik ga ervan uit als je... Nou ja, overal in de wereld. Die op kunstgras, nou, maar het is wel zo, hè? Want ik zit er net eigenlijk al te kijken. En het Volendam-NAC en NAC Volendam. Dat is een wereld van verschil straks weer met kunstgras en met gras natuurlijk. Hè, maar je had sowieso toch bijna niks te besteden. 0 euro, nee. Hè? 0 euro. Nee, dan kun je één goede speler halen, maar wat voor een goede speler is dat dan? Ik zie het ook bij Sparta bijvoorbeeld. Weet je, daar zie ik ook allemaal jongens op de bank zitten, die Pinteu en anderen. Ja. En ik denk van ja, weet je, die hebben bijvoorbeeld een hele goede jeugdopleiding. Dan kan je ook denken van nou, de nummertjes 14, 15, dat zijn dan de... Dan pakken we die wel. Die wel. En dan halen we echt een paar goeie. En bij Go Ahead is dat dan misschien wat anders. Maar uiteindelijk, je begroting is niet groter dan die is. Kees. En als je dan en hoe ziet, goed ook, zijn dan die echt goeie? Maar ook met Leon de Kogel, weet je wel, Pascal. Die, daar zit je dan in, na de promotie zit je daarover te praten. Ja, wil je die maakt 26 goals. Nou, willen we graag voor de club behouden. Contract opwaarderen. Dat hij gaat scoren in de Eredivisie. Nou, die miste zijn eerste kans. Dat was een penalty tegen Ajax. Daarna heeft hij in een dal gezet, geblesseerd geweest. Ja. Maar verdiende wel, was de duurst betalende speler ooit in de geschiedenis van Go Ahead. Dus dat drukte ook nog eens bij mij op mijn begroting in december. Want ik had graag Henk Veerman gehad. Henk die wilde ik graag van Heerenveen overnemen. In de huurbasis. Henk wilde dolgraag. Maar ik weet ook wel wat met Henk. Henk had zeker 10 tot 12 goals nog gemaakt. Nou, en dat had ik hier niet gezeten als ex-trainer, maar gewoon misschien nog wel weer mijn contract opengebroken. Dat is ook een beetje raar, hè, Kees. Zo'n De Kogel die in aan de Jupiler League 26 goals maakt. Maar zijn er wel meer voorbeelden, Kees? Hè? Maar dat is wel een beetje een type dat die... Dat ene stapje is vaak net dat ene stapje. Maar gewoon geen één. Hij heeft er één volgens mij gemaakt nu. Ja. Heerenveen uit. We hebben met veel spelers die worden gehaald, die worden volgens mij één of geen keer bekeken. Dat vind ik dan ook zo raar. Ja, ik wou zeggen, dat is toch raar? Als je, dat vind ik met niet alleen met spelers, ook met trainers. Je moet gewoon, als je een nieuwe trainer wil aan, ga eens kijken hoe die man traint. Wat hij voor inbreng heeft. Alleen op naam of hoe hij eruit ziet, dat is geen basis. Stuur daar gewoon eens iemand heen en kijk eens twee weken hoe zo'n trainer traint. Of je alleen een balletje in het midden gehoord en zegt, ja jongens, kom op, ga voetballen. Of dat je echt ziet van, ja, deze trainer... Maakt spelers beter. Deze geeft ze een bepaalde training waar je wat aan hebt. Ik weet bij NEC, die Huballa, die werd gehaald op basis van een lezing die hier ooit heeft gegeven. Ja, dat kan. Ja, dat kan, maar dan zie je dat het dus aan het eind niet lukt. Ja, maar weet je, het is altijd wel makkelijk, hè, want ik maak het nu aan die kant mee. Je wordt natuurlijk beoordeeld op de kwaliteit van de ploeg die je hebt, Pierre. Want dan kun je een plekje hoger staan. Tuurlijk, Hans. De begroting, wij hebben één na hoogste begroting als Excelsior. Buiten de begroting, als trainer kan je natuurlijk altijd... Beïnvloeden, natuurlijk. Maar daar ben je trainer voor. Barry van der Week, de eerste helft tegen MVV. Nou, als het 4-5-1 staat, je hebt het zelf gezien, dan word je afgemaakt. Na de rust herstelt hij dat, want daar ben je trainer voor. Je herstelt het en je wint die wedstrijd met 3-1. Ja, maar, en dat kan het vertrouwen kweken. Maar het is wel zo, Pierre, als je... een selectie samenstelt, hè, en je hebt een bepaalde begroting en je hebt, en misschien kijk je daarvan op, bij Go Ahead, nul scouting,
echt nog scouting. Dus dat komt uit je netwerk. Ja. Het komt uit mensen die jou wat gunnen. Hè, want dat zaakwaarnemers ja, die dan zeggen, joh Hans, ik heb toevallig een goede topper. En die ken je van toen. Dat je daarvan afhankelijk bent. Hè? Het is niet zo dat jij zegt, als wij een analyse moesten doen. Ja, ik ging altijd zelf. Assistent die moest de A1 doen. Michel Boerenbach die deed dan, die moest dan bij het tweede blijven. Sjoerd die keek alleen maar naar de keepers van de jeugd, want die dat was zijn taak. Dan is het dus niet professioneel genoeg bij een zomaar. Dus uiteindelijk ben je dan niet klaar om amateurs. Niet om Eredivisie waardig. Nee. Weet je, het stadion allemaal, alles en nog wat eromheen. Dus was de kans misschien vervelend, maar als je gebleven was bij Go Ahead, hadden ze het wellicht ook niet gered nu. Nee, maar zo realistisch moet je wel zijn. Omdat gewoon de omstandigheden En wij hebben gezegd, op 23 mei het succes wat we halen nu tegen de Graafschap kan ook zeker mijn ondergang worden. Nou, dat is wel geworden. Ja. Alleen, we wisten ook, en dat heb ik tegen Bekking gezegd, onze TD, en tegen Lucht, onze voorzitter, wij moeten zorgen dat we de laatste wedstrijd niet onderop staan. Dat was de uitdaging. Yeah. En ik heb altijd gezegd, Sparta, of Go Ahead Sparta, wordt een cruciale pot. Nou, dat was nog steeds, toen ik er was dat dan nog zo, maar dat is nu als 98% is dat weg. Nee. Dus als je die realisme blijft houden, dan is dat niet zo erg. Maar dan zijn mensen in paniek geraakt. En dat gebeurt vaak, hè. Dat is met die ballen zo geweest. Ja. Dat is met meerdere trainers. Okay. Kees, ik vroeg aan jou, de stelling lag ik voor over de individuele trainingen. Dat meer. Kan je dan met zo'n de kogel nog meer individueel trainingen? Want je zegt van ja, dat moet. Zou je dat dan moeten doen ook? Als je een aantal... Hoeveel trainers stonden er bij ons op veld, Hans? Een stuk of 12? Ik denk dat er meer trainers en spelers waren op een gegeven moment. Nou, daar kan je wat mee doen. Ik trainde de spitsen. Gooi er eentje op de achterhoede spelers. Gooi er eentje op de middenvelders. Laat spelers met elkaar praten over bepaalde situaties. Ik had het vroeger met Christen Niekaert. Als Christen de bal had, we keken elkaar aan. Ik kwam en ik ging. Dan kwam die bal. Dan kwam hij niet in mijn voeten. Dan ging hij eroverheen. Ja. Zijn afspraken. Die situaties kan maken. Creëren. Die creëren. Met de training. Die kan je overal in het veld creëren. En ja, dan zie ik liever dat spelers dat soort dingen doen en met elkaar trainen, als dat ze in een krachthonk zitten. Want ik heb een paar jongens in krachthonk zien zitten. Nou, die zaten op mijn fiets, die zaten te lachen en die... Maar was herstellen. Laten we het herstellen noemen. Dat had er eigenlijk geen zin. En als ik een type als een Jack Tuip in krachthonk zie, denk ik, ja, wat voor nut heeft dat? Die Van Valse die vorig jaar weg is gegaan. Van Valse was voor ons een heel belangrijke speler. Ja. Vond maar ik. Die moest bepaalde dingen, moest hij gewoon echt... Maar een bal op doel schieten, dat lukte hem niet. Laatste bal. Ja, nou, daar kan je dus op trainen. Ja. Lichaamshouding, dat is je stuur. Ja. Een bal op doel, dat is toch niet zo moeilijk zijn. Nou, hij kreeg het niet voor elkaar. En hij had onbeperkt dreiging, want door hem konden we dus naar voren voetballen. Schoot hij vervolgens de bal in de tribune of bijna nooit naar onze kleur. Maar hij had wel dreiging en wij konden als ploeg wel naar voren doorschuiven. En ja, die jongen valt weg. Er valt best wel een behoorlijk gat. Het is wel leuk dat je dat zegt, Pier. Maar jij hebt ook op een bepaald niveau gevoetbald. Ja. En wij hebben natuurlijk ook te maken met bepaalde spelers die kwaliteit hebben. Want Christen die kreeg die bal en die wist jouw loopactie. Maar dan moet hij daar ook komen. Hè? Valt dat de trainer? Is dat niet gewoon kwaliteit? Precies. Uiteraard heb je altijd met kwaliteit te maken. Deze jongens doen allemaal hun stinkende best buiten kijf. Maar talent is. Maar je hebt het over Christen. Dat is extra. Maar bepaalde dingen kan je gewoon trainen. Als je iets 100 keer doet, dan wordt het beter. Dan wordt het beter. Tuurlijk wordt het beter. En daar moet je dan op trainen. En als je dan zoveel trainers lopen hebt, dan zou ik zeggen, pak gewoon die trainers en gebruik ze waar je ze voor kan gebruiken. Ja. Staat voor mij vast dat ze dan beter worden. Maar oké, dan hebben wij de kogel. Hè? Dan hebben we jou als spitsentrainer. We hebben hier heel veel gewerkt samen. En dan wordt hij overbelast. Dus dan wat jij dan wil, dan moet je dat weer uitstellen. En dat hebben we ook te maken met fysieke gesteldheid. Oh, okay. Dat is ook wel een kwaliteit. Okay, maar als wij Joey Veerman hier zien spelen, die geeft wel de ballen zoals Christen Niekuit. Joey is een Christen. Hè? Dus, maar uiteindelijk, daar zit ook wel weer haken. Kun je even noteren? Daar zit ook wel weer haken overal. Hè? Kees, jij voetbalt met hem. Tuurlijk, dus dat moet hij wel gaan leren, jongens. Ja. Maar verdedigen erbij, alles nog. Maar die hebben wel de kwaliteit om dat te doen. Ja. Dus het gaat ook om, ik weet precies, die gaan naar de eerste paal, die gaat komen. Maar het gaat ook vaak om de interesses. Hoe je met elkaar omgaat. Want jij praatte daar met Christen over, met Kees over. En dat zie ook je ook. Met de persoon zelf. Ja, precies. Wil je graag verbeteren. Ik wist van geen ander, als er bij mij iemand op de achterlijn was en die was in de 16, dan pakte ik blind de eerste paal. En Fred Rutte, bij Twente, die pakte uiteraard de tweede, achter mij.
Nou, die afspraken had je gewoon blind. Maar ik zie daar ook haast niemand meer over praten. Ze zitten heel de hele dag met dat ding. Ja, dus, dat is op telefoon. Wat ja. ik zeg, het ja. jongens, er is geen afspraak meer tussen spelers. Ze gaan het fout op en ze zien wel wat er gebeurt. Ja. Ja. Terwijl je met dit soort dingen... Kan je ja. zelf maar dat is wel mooi. Dan hebben we het over Kees, die zegt er net over. Wat gaan we nou straks doen? Ja. Vaste afspraken. Maar dat moet je eigenlijk als speler zijn. Dan moet je er al mee bezig ja, maar zijn. Ja, daar zijn ook wel als spelers mooi, onderling mee bezig. Dat is mooi toch, als je dus, dat met elkaar maar wij bezig hebben nu bent. Bijvoorbeeld, wij hebben eigenlijk bijna 2 seizoenen op precies dezelfde manier gespeeld. Ja. En dan is het best moeilijk om in ene... Ja. Niet, we gaan niet maar iets dat moet heel je, anders doen. Nee, maar zeggen, dat moet je ook niet willen. Je moet ook niet iets nee, heel anders doen. Nee, we houden ook bepaalde dingen. Sterker nog, dat kan niet. Dat gaat hem ook niet. Tuurlijk, maar je hebt wel te maken dat we nu bijvoorbeeld met een echte rechtsbuiten spelen. Ja. Dus dat geldt sowieso in aanvallend opzicht, is dat anders. En je wil ook niet dat Meulens 90 minuten achteruit moet, want die moet vooruit. Ja. Dus je moet misschien wel bepaalde dingetjes, ja, moet er wat veranderd worden. Nou, dus je ziet nu gewoon dat je met 4 man achterop blijft spelen en niet met 3. Klopt. En, ja. Als ik als trainer van deze ploeg zou staan, ik ben een aanvaller, ik denk naar voren. Robert dacht mee naar achter, die had over restverdediging. Ja, restverdediging is dat net zoiets als scorebord, journalistiek. Ik vind het allemaal van die... Dat is waar je verdediger het goed staat. Oké, okay, van die kreten vind ik dat. Belangrijk, hoor. Daar is aanvallen geworden. Ja, als ik zie dat hij constant op een veld van 60 meter lopen. Nou ja, jij bent een van onze belangrijkste spelers. Jij bent ook een klein beetje door de drijfstand gegaan op het ogenblik. Maar dat is meteen belangrijk voor de ploeg, hè. Dus als Joe en jij dus even terugvallen, wat dus nou op dit moment even het geval is... Dan zie je meteen dat het voor ons heel moeilijk is om goed voetbal te spelen. Dan moet je zorgen dat je als team kort op elkaar staat. Ik zou dus, een schouder zou bij mij niet net een oude man achter moeten staan, 20 meter, nee. Waar mogelijk doorschuiven, dan kunnen jullie met z'n tweeën ook wel meer doorschuiven. Heb je een veel korter veld, je kan die ballen makkelijk op en jullie hoeft er niet zoveel te lopen. En uiteraard, wat nodig is, moet je er weer achter zitten. Maar dat heb ik het hele jaar niet gezien. En dat kan. Als jij gewoon traint op, als je een training opzet in 3 vakken, ik noem maar wat. Mm-hmm. En de achterhoede is in vak 3, moet de voorhoede vak 2 wijzen. Andersom is de voorhoede vak 1, achterhoede in vak 2. Ja. Zorg dat je constant in 2 vakken met elkaar, met z'n 11 zit. Kijk maar naar alle topclubs, hoe die spelen. Allemaal kort op elkaar. Ja, maar dat krijg je niet in een week. Nee. Dat lukt ook niet meer. Dat zijn dingen. Dat is allemaal trainen. Maar we gaan nu wel af en toe wat verder terug, bijvoorbeeld ook. En dan, dat vergt toch wel weer wat anders dan dat je vol naar voren gaat. Maar je moet ook, denk ik, de kwaliteit zien. We spelen helemaal naar Volendam toe. Maar als je met Jack speelt... Ja, maar waar is Jack het meest gevaarlijk? Precies. 16, hè? Ja, dat is echt een killer. Terug op zich. Je kan ook 20 meter voor de goal kijken terugstaan. Hè? Je hoeft niet per se op je 16 meter te staan. Ja. Als je maar gegroepeerd staat. Ja. En of dat nou hier is of daar. Vrije schoppen vind ik ook zoiets. Dan wordt er een vrije schop. Dan lopen we terug. Dan moeten we de keeper bijna opzij duwen. Ga gewoon op je 16 meter staan. Ja. En dat... Zorg dat die spitsen niet zo dicht bij dat doel komen. Nee. Komt-ie. Ja, mooie diploma's kunnen halen. Ja. Ik denk dat je een goede keuze hebt gemaakt, denk ik. Anders dan wel was het. Ja, toch? Ja. Nee. We kunnen wel even kijken wat de nieuwe trainer volgend jaar, wat die erover denkt. Want Jack Muren sprak namelijk met Micha Salde. En hij vroeg onder andere over hoe het nou tot stand kwam dat hij de nieuwe trainer is geworden van FC Volendam. Nou oké, we zijn natuurlijk tijden met de club in gesprek geweest over hoe we de invulling van het hoofdtrainerschap gaan doen het nieuwe seizoen. Maar ook de organisatie daarachter, de positie waar ik zit als technisch manager, hoofdjeugdopleiding. En in de gesprekken die we gehad hebben is deze optie ook naar voren gekomen. En het is voor mij natuurlijk een enorm mooie kans dat je je trainersdiploma's hebt gehaald. Hier een aantal jaren bij de club actief bent, daardoor de club kent. En dat je nu de kans krijgt om als hoofdtrainer aan de slag te gaan. En hoe wordt dat verder ingevuld? Nou oké, op dit moment is het zo dat ik de functie van hoofdtrainer zal combineren met technisch manager bij FC Volendam. Daarnaast zal Stanley van Kesteren de functie van hoofdjeugdopleidingen op zich gaan nemen. En onder Stanley bij de jeugd zal daar nog iemand bij komen. Ja, en daarnaast hebben we natuurlijk te maken met de huidige staf die ook volgend seizoen in totaliteit werkzaam zal zijn voor het eerste elftal en de jeugd. Dus zo heel veel verandert er ook weer niet. Dat is eigenlijk jouw voordeel, hè? Dat je hoofdjeugdopleiding was.
En dat je een hoop jeugdspelers kent. Dus die kunnen onder jou misschien wel hun debuut gaan maken in het eerste. Jawel, maar dat gebeurde bij Robert natuurlijk ook. En uiteindelijk bij Hans. Weet je, het gaat erom, mensen moeten goed genoeg zijn. En of ik nou hoofdjeugdopleiding ben geweest of niet. De spelers moeten goed genoeg zijn en ze moeten het verdienen om die kans te krijgen. Nou, en daarin heb ik heel veel goede dingen bij Hans de Koning meegemaakt. Heel veel goede dingen bij Robert meegemaakt. En die probeer ik mee te pikken met de huidige staf. En dan mijn eigen dingen toe te voegen. Om succesvol te zijn voor FC Volendam. Nou, en daar heb ik heel veel vertrouwen in. En met de staf gaan we daaraan werken. Micha Sal, de nieuwe trainer komend seizoen. Pascal bij Fox vonden ze het wel leuk om hem een beetje te kakken te zetten met het... Met het titeltje boven zijn interview. De technisch manager stelt de nieuwe trainer aan. En dat was hij zelf. Ja. Maar dat was toch ook zo? Ja, nou ja, ik kan me voorstellen dat... Het bestuur doet dat uiteraard. Ik denk dat als onze voorzitter Henk Kras het niet had gewild, dan had het niet gebeurd hoor. Nee. Maar het kan misschien een beetje... Precies, voor de buitenwereld komt het natuurlijk toch wel enigszins merkwaardig over. Je neemt afscheid van Robert. Die heeft zelf eigenlijk... Maar uiteindelijk neem je vroegtijdig afscheid dan aanvankelijk de bedoeling was. Ja, die beslissing... Goed overleg. Goed overleg. Die beslissing neemt hij. In overleg met het bestuur, ongetwijfeld ook, maar toch. En als je dan vervolgens zelf op die stoel gaat zitten... Ja, toen dacht ik in eerste instantie ook van, hè? Ja, precies. Oké, uiteindelijk zal het misschien wel de beste kandidaat zijn. Het contract van Micha liep ook af, dus er moest sowieso met hem gepraat worden over wat wil hij komend seizoen, precies. Of wat gaan we komend seizoen eigenlijk doen. Zelfs geldt voor Stelling van Maar Kesteren. Hij maakte er zelf trouwens nog ook een grapje over. Klopt, inderdaad. Er werd hem gevraagd, waren er nog andere kandidaten? Toen zei hij, die heb ik allemaal afgeserveerd. Ja, klopt, inderdaad. Ja. Dus het is op zich niet zo raar als je er een beetje weet dat de club dit eigenlijk ook al wel misschien wat langer wilde. Het is Michiel zijn ambitie. Dat heb je toen al gezegd toen hij stage kwam lopen bij mij. En dat hij ooit hoofdtrainer zou willen worden. En hij heeft wat dat betreft natuurlijk ook eigenlijk een beetje een rare volgorde. Zeg dat klopt. Meestal ben je eerst trainer en word je dan uiteindelijk als je... Nou, het was zo, Pascal. Want Michiel liep toen bij ons stage. En Henk wilde toen geen dubbel functie als TD en trainercoach. Ja. Nou, oké, daar is toen voor gekozen. En toen heb ik zeker mensen in de club gezegd van joh, ik denk dat Mies een goede kandidaat is om in de organisatie zijn ding te kunnen gaan doen. Ja. En toen was hij technisch coördinator en dan deed hij de jeugd erbij, alles en nog wat. En doorgegroeid naar TD. Dus hij heeft die kans toen gegrepen, maar zijn ambities lagen altijd op het veld, dat heb ik wel begrepen. Maar inderdaad, hij was eerst 7 jaar hoofdtrainer van Lisse geweest. Ja. En toen... Is hij eigenlijk, hij heeft wel de jeugd ook getraind, in de beleving van veel mensen word je technisch directeur als je klaar bent als trainer, zeg maar. Ja, als je goed overlegt. Dus misschien is er nog wel een plekje ergens voor mijn PSTD. Ja, maar goed, ik bedoel, dat weten jullie beter dan ik, maar het zal ongetwijfeld een goede trainer zijn. Ja, dat geloof ik wel. Ik denk het wel. Ik persoonlijk, als ik al spelen mag zeggen, ben ik er wel blij mee. Ook als ik met Micha praat, de afgelopen 2 seizoenen, als ik wel eens met hem over voetbal praat, over dingen die gebeuren, dan... Hij weet natuurlijk heel veel binnen de club. Hij heeft wel een beetje hetzelfde idee als jij ook hebt. Hij denkt er een beetje hetzelfde over. Ja. Dus dan is de vraag of het een goede trainer dan is. Maar goed. Dat weet je, Een beetje behoudend. Jij maakte net een klein geintje tegen Pier over van misschien zit er nog een TD. Daar ging een beetje een gerucht in Volendam. Ja. Ja, dat had ik ook gehoord. Ik las het ergens op, wat was het? Dus Facebook of wat? Ik heb nee gezegd, hoor. je hebt gelijk ook. Nee, jongens, dat is absoluut niet. Maar zou dat wel een ambitie ook van je kunnen zijn? Nou, ik weet het niet, Kees. Ik ben eentje die echt op het veld wil staan, mijn ding doen. En ik weet dat ik niet een van de jongsten ben met de laptop trainers, alles en nog wat met de organisatie. Als trainer zeg ik, organiseer je en dat doe ik op mijn manier. Dan zou ik wel iemand moeten hebben die het voor me allemaal inbrengt. Maar jongens, nog even niet. Maar je wil gewoon nog wel weer naar... Ik ben 57, jongens. Ik wil nog een paar jaartjes lekker met die gast op het veld blijven staan. Maar oké, als er dingen zijn en waar je kan ontwikkelen, je bent nooit te oud om te leren. Dus... Maar hier zo niet. Nee, dat is nog niks. Helemaal niet. Maar zoals wat je zei net ook, dat je in is dat bij Helmond of bij AGOVV geweest, dat je ook TD was? En, bij OS. Bij OS trouwens 3 keer periode gehaald. Okay, zoals net even over dat is netjes. En daar deed ik dan de contracten met de financiële man. Hè, ik ging met die jongens aan de praten en dat deed een beetje als dubbelfunctie. Want het is ook maar dat weer kan niet, in principe in een Jupiler League. Dat kan toch bij Volendam ook wel? Ik het denk is ook dat, weer niet ik, zo dat ik, een TD... Nee, het is ook geen Real Madrid, hè? Nee, maar ik denk dat die ruimte is daar wel voor, jongens. Nog niet. Het zal in deze fase, zeker in de vakantiefase, dan zal de TD
heel hard moeten, hè, voor een nieuw team. Ja. Daarna moet je trainen en dan is, ja, dan moet je wat dingetjes, 2 ochtendjes of 3 ochtendjes, dat moet het wel kunnen. Ja, dat denk ik ook wel, ja. Pascal, ik ga even naar jou, want je was vorige week onder andere in Real Madrid. En voor Fox kom je natuurlijk bij heel veel andere dingen, ook bij Nederlands elftal. Ja. Dat volg jij. En mijn vraag was, kan de chaos nog groter worden eigenlijk? Als er misschien wel nu ontslagen vallen, want er wordt natuurlijk geroepen van Breukelen moet ook weg en van Oostveen. Ja. Jij zei nee. Nou ja, omdat de chaos al groot is. Ja. En kan heel veel groter kan eigenlijk volgens mij niet meer inderdaad. Dus, ja. Maar meer om als ze nu Van Breukelen er ook uit zouden gooien bijvoorbeeld, zou het dan, weet je, zou het dan nog chaotischer worden? Ah, weet je, kijk, er zijn een aantal dingen Van Breukelen wel aan te rekenen, vind ik. En zeker ook nu weer in de laatste ontwikkelingen. Hoe je het ook allemaal went of keert, het is toch niet allemaal heel zorgvuldig gegaan. Nee. En het is een manier waarvan ik denk, ja, dat had je toch beter even iets anders kunnen doen. Er zijn ook een aantal dingen die zijn hem niet aan te rekenen, omdat dat nog stamt uit een vorige periode en hij daar eigenlijk mee geconfronteerd werd toen hij net begon. Er wordt wel alles in zijn schoenen nu ook geschoven, heb ik de indruk. En had dat natuurlijk van tevoren al wel, was er al sceptisch. Weet je, waren mensen al sceptisch? Ja, dat klopt. Hij begon al met een valse start. Ja. Inderdaad. Hij is natuurlijk degene die hij is. Hans van Breukelen is een type die zich gedraagt zoals hij zich gedraagt. En dat wisten we ook van tevoren volgens mij. Dat wist de KNVB ook. Ja, en dat zorgde bijvoorbeeld al voor het nodige aangewaan. Dus alles wat hij doet, wordt ook wel weer onder een vergrootglas gelegd. En, maar ik vind het wel echt, als je alles bij elkaar optelt, anderhalf jaar, 2 jaar zo ongeveer. Mijn hemel. Maar nu, wat er nu de laatste maand gebeurd is, of de laatste weken, is eigenlijk wel gênant. Dat is toch wel, ik kan het niet meer volgen. Naïviteit. Ja. Ik heb een paar maanden geleden moesten wij dan ook als trainercoaches in Zeist zijn. En dan hadden we het over de winnaars van morgen. Ja. Hoe gaan we het inkleden, de competitie opzetten. Nou, je kent dat allemaal wel. Maar ik denk dat allemaal zoveel wat pas kan geven aan. Dat is natuurlijk heel veel op zijn bord gekomen. En hij wil daar iedereen bij betrekken. Ja. En hij heeft daar niet van gedacht, hey, dit is de weg. Nee, hij heeft al iedereen maar lopen trekken van wat was jouw mening. Ja. En als je die meningen allemaal bij elkaar, dan op een gegeven moment zie je door het bos de bomen niet meer. Want wij kregen als aanvoerders van de Jupiler, mocht je ook komen. En journalisten. En ik weet ook wel wat natuurlijk van de week of vorige week was, hè, dat je dan ergens op in Dubai was. Daar zit je dan op het terras. Nou, lopen daar ook Nederlanders, jongens. Tuurlijk. Dat zijn wel nog hele naïeve dingen. Daar denk je nou bijna volgens mij. En ja, weet je, ik heb ook met Jelle Goes maar van dan de week, Hans, met alle respect, dan ben je denk ik toch niet helemaal geschikt voor die functie. Nee, want dat doe je dus blijkbaar niet. Want als jij nou met iemand dan gesprek zou, dan gaan we hier niet op de dijk zitten samen. Is het toch? Ja. He, maar dat zijn dingen dat ik denk van, ja, kom op, dat doe maar je dat niet. Is nog misschien het minste nog. Het gaat met name gewoon wat er daarna gebeurt met dat Ten Kate te horen. Nou ja, Martijn Krabbedam, die hier ook te gast is geweest, die bij natafelen zijn verhaal deed bij Kees Jansma. Ja. Het was te bizar voor woorden. Kijk, ik ben er niet bij geweest. Martijn heeft zijn verhaal. Nou ja, ik ken Martijn, daar heb ik geen reden om daaraan te twijfelen. Ja. Ik denk alleen dat er daar dus blijkbaar ook gewoon in de communicatie misverstanden zijn. En dat Hans van Breukelen inderdaad gezegd heeft van, jij bent mijn man en noem maar op. Zoals hij wel vaak in dat soort termen praat. Ja. En dat Henk dat heeft opgevat als zijnde, ik word het. Maar ook gewoon het feit dat Krabbenam zei, ik bel jij nu en ik zeg dit nu, maar ik zeg gewoon tegen iedereen dat dit gesprek dat klopt sowieso. Ik denk dan, waarom zou Martijn dat verzinnen? Weet je, hij daarbij is geweest, dat is toch bizar dat hij dat gewoon zegt in zo'n functie. Ja. En je weet tegenwoordig ook, met filmpjes, je camera's en Twitter, alles komt er buiten. Er zit natuurlijk wel nog wat, denk ik, een addertje onder het gras. Hij is natuurlijk gewoon teruggefloten. Ja. Hoe heet die? Decusson. Want als daar in het Gullit verhaal, vergeten we even. Ja. Wel of niet assistent. Wel assistent bij advocaat en niet bij Ten Kate. Dus daar zit natuurlijk de vrevel, jongens. Daar kan ik me nog wel iets bij voorstellen, eerlijk gezegd. Ja, Pascal, maar dat zou natuurlijk wel zijn. Euvel geweest zijn. Natuurlijk, ja, dan ga je dan met z'n... Maar wie nou terugfloten? Maar je gaat ook niet alleen. Wie is nou de echte baas? Niemand? Nou ja, in principe Jean-Paul Decusson. Is de echte baas. Ja, maar dat is de commercieel is de baas, manager. Hij is nu interim algeheel directeur.
Maar hij was de commercieel directeur, ja. En dat is hij ook nog steeds. Maar omdat verder niemand meer is, is hij nu alles. Maar hij stuurt dus Hans op pad, die laat de dingen vertellen. Precies. En dan fluit hij hem vervolgens terug. Ja. Nou, je zal samen moeten gaan, Piet. Ja, dat is sowieso al de fout. Ja. Ja. Hetzelfde als Kees een gesprek heeft met de trainer. En het is een belangrijk gesprek. Dan zal de trainer niet alleen met Kees zitten. Er zit altijd of Johan erbij of Barry erbij. Want dat ga je. Hè, dat wordt altijd elkaar rugdekking. Ja, maar het is toch helemaal niet zo moeilijk. Je zoekt een nieuwe bondscoach. Ja, een profielen. Precies, nou, dan maak je een profiel. Nou, okay, daar blijkt al iedereen zo ongeveer in te passen. Ja. Dus maar dan heb je, neem ik aan, als KNVB zijn, dan maak je een lijstje van, nou, okay, dat is onze meest favoriete kandidaat, die willen we heel graag. Nou, die valt misschien af. Dan hebben we nummer 2, die wil ook niet. En dan komen we bij nummer 3. En we hebben dan zeg maar nummer 3 en nummer 4. Nou, dan ga je met z'n tweeën op pad en zeg je, okay, we gaan eerst langs bij nummer 3. Daar hebben we een gesprek mee. Daar zeggen we aan het eind van het gesprek, bedankt voor het gesprek. We gaan de boel op een rij zetten en we kijken verder. We hebben nog meer kandidaten. Dan ga je naar nummer 4. Dan heb je daar een gesprek mee. Dan zeg je, nou, fijn, bedankt voor het gesprek. Goed gesprek of niet. En we gaan de boel op een rij zetten. En een dag later bel je degene op die het geworden is. Ja zo ingewikkeld is het volgens mij niet, hoor. Maar er gaat nog natuurlijk een traject vooraf, Pascal. Als je blind ontslaat. Dan weet je toch van tevoren al eigenlijk, jongens, hey, wat wordt onze... Plan B moet klaar liggen. Plan B, jongens... Ja, maar dat was natuurlijk ook een redelijke paniek. Jongens, maar kom op, hé. En met een bondscoach is het wel ook lastig. Die liggen natuurlijk niet voor de opraad. Nee, maar oké, maar voordat je de beslissing neemt, Kees, dan heb je een lijst. Dan heb je, jongen, Rutte is vrij, Voor Bulgarije hebben ze natuurlijk geen moment bij nagedacht dat het zou gebeuren na die wedstrijd. Nee, maar uiteindelijk moet je, denk ik, als bond zijnde, de uithangbord van betaalde voetbal in Nederland, moet je dat wel klaar hebben. Voor hetzelfde zegt blind tegen Hongarije, ik stop ermee. Dat had toch ook gekund? Ja. Dat hij denkt van, ik kan het niet meer aan. Ja. Dan zit je ook met je handen in het haar. Dus je moet op alles voorbereid zijn. Goede TD. Kan je altijd nog Fred Grim nemen. Hey. Maar dat was ook al wel een beetje iets. Hè. Jij was daar met het ontslag van blind. Die persconferentie daar was je de hele dag, geloof ik. Je stond eerst buiten in de tuin te wachten. Je kwam net terug uit Bulgarije. Ja. Ook dat Van Breukelen al niet achter die desk plaatsvond, daar was ook wel wat... En dan is het misschien wel te verklaren, precies. Maar het blijft toch wel... Er was wel een reden voor, omdat hij formeel ook niet inderdaad de baas is en noem maar op. Maar de voornaamste reden was denk ik, omdat ze vlak daarvoor natuurlijk met hem niet zulke hele goede ervaringen hadden in het naar buiten treden en noem maar op. Dus ik denk dat ze echt gewoon bewust gezegd hebben van, je gaat daar niet zitten. Ja. Maar dat maakte het eigenlijk alleen nog maar weer erger. En dat geeft eigenlijk ook al aan, van ja, als de TD daar al niet kan gaan zitten. Nee. Dan dus nee, precies. Nee. Wel of niet capabel. Precies, ja. Maar ook bij Jelle Goes, hè, dan komen we nog een klein stukje terug. Ja. Maar die heeft het, denk ik, 80% van het boek geschreven. Die heeft het rapport van winnaars van morgen. Het wordt nu ontslagen. En dat wordt uitgebreid wordt dat naar voren gebracht door de KNVB, hè, in de naam van Breukelen. En die gaat dat dan allemaal vertegenwoordigen, uitleggen wat er nou allemaal weer is. En uiteindelijk ga je dus die man, die zeg maar overbodig is geworden, omdat Van Breukelen die positie heeft overgenomen. Ja, want dat is eigenlijk weggeschoven. Ja, dan denk ik, dan heeft dat plan eigenlijk ook helemaal geen functie meer. Nou ja, het plan komt natuurlijk... Het is wel zwart-wit gezien. Hè? Ja, het plan komt natuurlijk voort uit al die gesprekken die gevoerd zijn met trainers en noem maar op. Dus dat is niet alleen het idee van Jelle Goes. Nee, maar die heeft het inderdaad samengesteld. Ja, dat klopt. Dat klopt, maar... Ja, daar is blijkbaar sowieso nog veel meer misgegaan. Want er is een meningsverschil ontstaan en... ik geloof nog net geen slaande deuren. Maar dat liep dus ook niet meer. Maar dat was de volgende. Dat was dus ook een ontslag wat alweer kort geleden geweest is. Ja. Maar het is zonde van het Nederlandse voetbal. Ja, het is maar we moeten ons wel plaatsen, lijkt me. Ja. En of dat dan met Dick is. Dat maakt allemaal niet zo. Nou ja, als je mij vraagt, zeg ik, is advocaat dan nog misschien wel de meest geschikte daarvoor inderdaad. Zeker op korte termijn gedachten gaan. Ja. Zo zullen ze waarschijnlijk dan ook gedacht hebben. Ondanks het feit dat hij als assistent natuurlijk de boel in de steek heeft gelaten om het zo eventjes te chargeren. Maar dat vind ik ook wel. In principieel heb ik daar wel een beetje moeite mee. Ja. Tegelijkertijd moet ik dan steeds aan woorden van onze analist Kenneth Perez denken. Die zegt, luister, het stond in zijn contract. Hij had die clausule. Ja. Dus dat hij er dan gebruik van maakt, kunnen wij allemaal niet chic vinden. En dat is misschien ook wel zo, maar het stond in zijn contract. Dan had je het niet in zijn contract. Dus dan gaat de fout eigenlijk alweer. Precies, dan had het niet in zijn contract moeten staan. Ja. En dat hij ervan gebruik maakt, dat is een... Goed recht. Goed recht. Uiteindelijk wel, En bij advocaat misschien ook niet geheel verrassend natuurlijk. Daarom wilde hij dat in zijn contract. Het is alleen wel wat zuur omdat Blind hem erbij gehaald had. En hij juist de taak kreeg om de boel een beetje op te kloppen. En dat hij dan al in een paar weken zegt van tot ziens. Kees, even nog kort over de bekerfinale.
Daar moeten we denk ik ook kort over hebben. Want, ja, heel kort. Jouw club in AZ. Dat was en niks. Hans, jouw dat was niks. Ja. Pascal, jij was er ook trouwens. Voor de SBS geloof ik dat je me vertelde. Een dodelijke wedstrijd. God kan leren. Ja. Vitesse wilde niet. Nee. Kon niet. Deed het ook niet. AZ probeerde het nog. Maar hadden ook niet echt de power om het te doen. Nee. Maar ja, als er eentje recht had om te winnen, dan was het AZ. Ja. En ik weet ook in ieder geval blij moeten zijn dat Vitesse dit geworden is. Ja, voor de mensen aan, geweldig. Ja. Ja. Maar zie je dit Vitesse al in Europa? Dat wordt toch helemaal niks. Nee. Ja, het was gewoon dodelijk saaie wedstrijd. Maar je moet ook eerlijk zijn. Dat AZ misschien ook. In als, AZ, als ik, jongen, als je hebt het beker ook gezien. Ja, de bal van Lucas had erin moeten gaan, bij wijze van spreken. Dat op de lat, dan had het een open wedstrijd geworden. Ja. Maar ook AZ met dit materiaal, met alle respect. Hè, want ik kom er, jij kon wel zien, we zijn best vaak. Dus, maar dat is ook niet voor in Europa. Hè. Ze hebben het fantastisch gedaan om te overwinteren met deze ploeg. Maar als je dan het verschil ziet met Ajax 7-1, met Lyon en 4-1-4 thuis. Ja. Dan heb je ook niks te doen. Wat ik wel vind, dat ze in de laatste jaren natuurlijk heel veel punten gesprokkeld hebben voor Europees voetbal. Het is heel wisselvallig, dit seizoen. Heel wisselvallig. Ja, dit seizoen heb je veel van ze gezien? Ben je wel eens geweest dit seizoen? Ja, ik ben een aantal keren geweest. Ja. Maar het was niet dat je dan zegt van... Zeker na de winterstop was het ook echt vaak niet normaal te zien. Erg wisselvallig. Hij wisselt ook heel veel. Ja, maar ook heel veel gedeeltes in wedstrijden. Want ik heb mezelf gespeeld. En wij werden in fases, jongen. We hebben van het kastje naar de muur gespeeld met Go Ahead. Ja. Maar we spelen daar gewoon 2-2. Ja. Omdat er fases in wedstrijden zaten. Dat of dat er gewoon niks was. Dat ze dachten van nou of het gevoel hadden van joh, dat doen we wel even. En dat is denk ik, en wat Kees ook, dat was natuurlijk best wel, volgens mij hebben ze iets van 42 spelers gebruikt in het totaalplaatje. Ze staan bovenaan de ranglijst, dan moet ik even goed nadenken, goed zeggen, van de meeste wisselingen qua basiself. Ja. Inderdaad. Ja. Dus, ja, nou, dat zegt wel wat. Ja. Hè? En natuurlijk, en er zijn ook jongens die hebben daarin gewoon kwaliteiten, maar ook gewoon jongens die... Ze wonnen dan wel die laatste wedstrijd voor de bekerfinale tegen Twente. En toen was er bij AZ zoiets van, ga er met een goed gevoel heen. Maar ook die wedstrijd was natuurlijk niet om aan te zien. Zeg niet alles, Kees. Dat zegt ook een goede gevoel. Nee, Vitesse tegen Feyenoord, die wedstrijd, die winnen. Ja. Dus we kunnen de play-offs met vertrouwen tegen lijkt me verstandig. We kunnen eindigen, ja. Zet die boot maar klaar? Ja, hij kan... Hij kent de verder. Oh ja. Ja. Zo zijn we ook aan het einde gekomen. Heren, ik ga jullie bedanken voor jullie komst en voor deze leuke uitzending weer. Hans, Kees en Pascal, hartstikke bedankt. En dit was de laatste, Kees. En daarbij vermeld ik nog wel even dat FC Volendam dus donderdag 18 mei thuis start tegen NAC Breda. Om 19:15. Nogmaals, kom kijken. De steun kunnen we in ieder geval goed gebruiken. En Jack Muren die ontvangt komende woensdag Dionne de Graaf om 18:00 in Love Sport Extra. Eindelijk een vrouw. Doe maar, hij wel. Die verstand heeft van sport, dus dat wordt leuk. De laatste case. Ik wil natuurlijk een aantal mensen bedanken hier bij de LOVJ. Uiteraard iedereen die er heel veel tijd in heeft gestoken. De sponsors, anders had het niks geworden dit programma. De gasten die zijn geweest. En FC Volendam met speciale dank ook aan Jack Muren en John Bond. En misschien tot na de zomer. En ik zelf ook bedankt. Ja, doe ik wel ook nog even. Was leuk om te zijn. Nou, gezellig. Dit was Kees. Tot de volgende keer. Hoi. Kees werd mede mogelijk gemaakt door Slagerij J&J Rundekamp, Jan Smit BV, Smit Bokkum. Al 6 generaties en ruim 160 jaar het culinaire visitekaartje van Volendam. Pandora Intelligence, Finding the Narrative in Big Data en Vishandel Sier.